Kwalitatief goede leermaterialen. Ontwikkel je die zelf of samen met je vakgenoten? En wil je die delen? Dan heb je EduSources nodig. Het online platform om digitale leermaterialen te delen. Divers, kwalitatief, zowel Nederlands als Engelstalig, samen op één plek. Hoe werkt het? Het begint bij jou als docent. Je hebt mooie leermaterialen ontwikkeld en wil deze graag delen. Laat eventueel andere experts uit jouw groep of instelling eerst de kwaliteit beoordelen. Ze kunnen hierbij een eigen kwaliteitsmodel inzetten. Zijn je leermaterialen geschikt voor gebruik? Voorzie ze dan van relevante metadata. Dit is extra informatie die je meegeeft, zodat je vakgenoten je materialen snel kunnen vinden. Daarbij is het krachtig als je een vakvocabulaire, een lijst met vaktermen, gebruikt. Een informatie-expert kan je hierbij helpen. Geef je leermaterialen ook een Creative Commons licentie. Dit is nodig om je materialen open te publiceren. Jij bepaalt wie jouw materialen kan inkijken en hergebruiken. Stel je materialen open voor iedereen of beperk de toegang tot jouw collega's of de leden van jouw community. Tot slot kun je bestaande of nieuwe leermaterialen ook bundelen en presenteren in collecties. Elke community heeft een eigen pagina met collecties, zodat leden snel relevante inhoud kunnen vinden. Digitale leermaterialen delen. Daar profiteert het hele Nederlandse onderwijs van. EduSources brengt ze samen op één plek.